Je hebt je accreditatie ontvangen. Proficiat. Dit is de start van een spannende periode, want nu kunnen de echte mobiliteitsavonturen beginnen. Je vraagt je eerste subsidie aan en je kan starten met de concrete plannen. Je zal moeten werken met de Mobility Tool, een online beheers- en rapportagesysteem waar je elke reizende persoon moet registreren. Je moet alle regelingen met je partner in het buitenland bevestigen en je moet een overeenkomst sluiten met de leerlingen. Naast deze formele vereisten heb je contact met de deelnemers. Je moet zien wie op reis gaat en hen voorbereiden op hun verblijf. De wensen voor de stage, maar ook achtergrondinformatie over de deelnemer en mogelijkheden in het buitenland moeten verduidelijkt worden. Al het voorgaande zal worden samengevat in een leerovereenkomst, waarin ook de verwachte leerresultaten worden opgenomen. Je moet toezicht houden op de voortgang en aan het einde van de geleerde lessen ook de volledige ervaring evalueren. Ook praktische regelingen spelen een grote rol. Je moet ervoor zorgen dat je deelnemers hun bestemming bereiken, reizen boeken, accommodatie regelen, misschien samen met de intermediaire organisatie of de gastpartner, en zorgen voor verzekeringen en zo verder. Veel om in gedachten te houden. In dit hoofdstuk helpen we je door al die verschillende aspecten van de mobiliteitsimplementatie. Dus laten we doorgaan met onze reis door mobiliteitsmanagement.